Joël zegt iets, een half profetisch, half gewenst is als de gemeente Amsterdam ons toestaat om volgend jaar een soortgelijke serie hier in elkaar te knuspen. Ja, dat is niet zeker. We zijn doende, behalve bidden, smeden enzovoort. Misschien dat ik even iets kan vertellen over, voor zover nog niet bekend is, de serie als geheel. Het zijn 5 concerten. Memory, dat betekent lawaai, geruchten, vergruis. Iets kan zo eens geheimzinnig zijn als iets verschrikkelijk mutistisch inhouden. En de makers van de serie, dat zijn Hout Emma en Michel Waarschwitz en ikzelf, hebben eigenlijk in de eerste plaats binnen dat groot bereik van het organiseren van geluid confrontaties willen formuleren per programma. Dat wil zeggen, niet een cijferletserie en dan het ras cijferlet van Jozef Haydn en eindigen bij het eerste van Beethoven aan de pauze. Nee, iets wat je zelf meer, ik althans, in mijn huiskamer als een kerst- of verjaarscadeautje zou willen hebben. Als je de cd aanzet bijvoorbeeld, het is gedeeld uit de tweede symfonie van Roussel en dan iets van Varese en dan misschien een verschrikkelijk knetterstuk van de Doors, ik noem maar op. Maar in ieder geval iets wat veel meer op elkaar staat en iets waar, nu maar het verleden van mezelf, maar ik denk ook uit naam van Michel en Emmer, waarin je veel meer oorenschijnlijk verschillends ervaart, maar geformuleerd of georganiseerd, in elkaar gezet, gecomponeerd, soms geïmproviseerd, vanuit dezelfde mentaliteit. En ik denk dat die mentaliteit is die PK-makers en mijzelf voor deze voor dit project, wat we dus morgen gaan uitvoeren, bij elkaar gebracht hebben. Misschien een kleine springplank. Nou, ik zal even verder gaan over mezelf. Mijn ensemble is een groep die bestaat uit een hele heterogene karakterologie en muzikale achtergrond. In mijn groep zijn 9 mensen, speelt een, kan zeggen, een van de beste pre-barokspelers of blokfluiter die zich ook bezighoudt met een Nederlands repertoire, behalve van Hout. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een extreem, als je het vlak begrenst. Dan heb je bijvoorbeeld hier Walter van Houwen en dan heb je hier Michael Vetsche, dat is de slagwerker. Dat is iemand die een grenzeloos gevoel voor klankkleur, orchestratie en alles wat je met je handen uit percussieve instrumenten kunt halen bezit. En daartussenin zitten allerlei figuren die noten kunnen lezen, maar die ook bedreven zijn improviseren. En dan bedoel ik niet zozeer improviseren in de zin van variëren op een deun, maar meer ideeën hebben over van oké, dit is een parameter en daar kunnen we iets mee doen. Dat zijn ook de ingrediënten waar we vaak mee werken. Ik zal heel kort iets vertellen nog over het programma voor de pauze. Dat betekent voor het stuk in Dona van Dick Haarmakers. We spelen 3 stukken, 2 stukken van mijzelf. We beginnen met een stuk dat heet Figuur. Dat is een, zou je kunnen zeggen, geïmproviseerde kanon. Daar moet ik niet precies over zijn. Het is een melodie die aan het begin gespeeld wordt. Die is onderverdeeld in 12 coupletten. En op het laatst wordt die omgedraaid met een paar aanpassingen gespeeld. En tussenin zit een orkestrale weerslag van die melodie. En die melodie wordt gezongen door de zangeres Jannie Carr, mezzosopraan. En de noten die zij zingt, die zijn bijna helemaal gelijk aan de piano. En soms ligt de piano voor en soms de stem. Zij kunnen als een soort van haas die overspringt, als je bij een gitaarzijde hebt, kunnen zij elkaar inhalen en zichzelf laten inhalen. Dus kunnen vertragen, dus kunnen accelereren enzovoort. Maar die 12 coupletten, die worden begrensd door iedere keer, de laatste noot, dat is misschien een beetje een serieel gedacht, maar goed.
worden gespeeld door de trombone. Die markeert iedere keer en die kan ze nou goed. Dat is één stuk. En in dat stuk wordt eigenlijk, behalve dat er gespeeld wordt met tijd, worden met noten, niet geïmproviseerde noten, staan compleet vast. Oké, dat is een stuk van Gene Carl, dat heet Pink Chinese Restaurants. Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft op een gedicht. Dus eigenlijk een opzomming van allerlei namen van restaurants in de stad New York. Waar zijn vriend Marshall Reese woont. En ja, ik vind het moeilijk om uit naam van andere componisten te spreken, maar er zit de enige, als je aan Ravel denkt, daar wordt wel zo gezegd waar je die mensen van overigens. Dat hij soms orientalisme hanteert. Dan zou ik kunnen zeggen over Gene Carl dat hij op een laid-back manier orientalisme hanteert. Maar voor iemand die uit Los Angeles komt, is dat eigenlijk een contradictie van een termus. Want Los Angeles ligt aan de Pacific, dichtbij het Verre Oosten. Dus oké, goed, ik laat hem met deze enigmatische aanduiding. En het derde stuk van mij is een stuk dat heet. Het derde stuk dat is van mij, het tweede stuk van mij, dat sluiten we hebben gewoon voor de pauze mee, dat heet Signo. En daar komt iets aan bod waar ik eigenlijk al jaren mee bezig ben. De vraag houdt mij ontzettend bezig wat improvisatie en compositie met elkaar te maken hebben. Ik ben echt geneigd om te zeggen helemaal niks. Als je daarvan uitgaat, als je dat accepteert, dan kun je met twee onverzoenlijke eenheden, dat is weer geen synthese aangaan, maar je kunt die twee dingen in een soort van coexistentie naast, tegen, boven, door elkaar heen laten bestaan. En het idee van Signo is als volgt geformuleerd, ik kan het volgt formuleren, er zijn twee soorten codeerders. Het begin van de codeerder heb ik geïntroduceerd in het stuk Coding, waar een binnenkort een film over wordt uitgezonden op de televisie. Het gaat als volgt. Ik heb echt gesampled, heb je daar kunnen zeggen, materiaal, kleine frasen, die kunnen door iedereen gespeeld worden met een eigen timing. Die frases per instrument zijn zo uitgezocht dat er een goede toonhoogte verhouding, als ze allemaal zouden spelen, door elkaar heen ontstaat. Dan krijg je dus bijvoorbeeld in het geval van dat acht mensen spelen, heb je acht verschillende lagen. En die worden gecodeerd, opgeroepen door een, wat ik noem, mechanische coderen. Dat is iemand die alle beginnetjes van die frases, van die codes, op een rijtje heeft staan. En in dit geval is het Christel Posma, de violiste, die overigens klassieke achtergrond heeft. Die lepelt een beginnetje op en die roept iemand op om zo'n code te spelen, zo'n frase. En als hij dat niet doet, diegene die opgeroepen wordt, dan zal ze van doorgaan tot diegene dat wel doet. Zelfs een gehoorzaamheid gewenst, maar die gehoorzaamheid die gaat natuurlijk nooit in de gewenste timing. Dat is een onderdeel van het stuk. Dat is één van de spelelementen. En de tweede is dat er menselijke coderen zijn, dat zijn dirigenten of aangevers en die geven improvisaties aan. Dat doen ze door met een instrument als de trombone en bijvoorbeeld zoiets, iets, een vrumbeweging die iets oproept. Die kan gecommuniceerd worden door een andere vrumbeweging. Goed, ik zal het wel niet te lang maken om straks bij Intona in ieder geval meer tijd te hebben. Die twee mechanismen die komen in allerlei constellaties elkaar tegen. Solo, dat wil zeggen een coderen die een x aantal mensen oproept, waar verder niets mee gebeurt, behalve dat je een soort van limitatie over elkaar heen gaat, al die lagen gaan. En dat gecombineerd met geïmproviseerde codes, die in principe eigenlijk al voorgeprogrammeerd zijn, degene die ze aangeeft, heeft een psychologische werking met ogen of instrument, etc. En dan heb je daarin nog geprecomponeerde, voorgevormde duo's, en die kunnen als soort interpuncties fungeren om nog een extra laag aan te geven. Als je het nou zou zien, zo'n stuk van A naar Z, heb je een thema, een expositie die die zichzelf ontvouwt door de mechanische codes, de voorgeprogrammeerde, gecomponeerde codes.
dat wordt op een gegeven moment wel of niet om zeep geholpen, dan wel confronteert zichzelf met improvisatie. Die gaan zich tot elkaar in een bepaalde verhouding. Dan komt er een scissie. En dan komt een tweede thema, dus eigenlijk een ronde voor waar ik het over heb. Dan krijg je een verdere escalatie of uitwerking van het beginmateriaal. En dan komt dan uit symmetrische overweging, gaat de niet-mechanische, dus de menselijke codeur, het overnemen, die dan op zijn beurt of haar beurt de mechanische codes nog een keer kan inroepen als een late echo, als een soort van dus herhaling of doorwerking, zoals je het noemen, waarna een soort van slot ontstaat. Ik weet niet of ik dit helder heb uitgelegd, voor zover niet helder is, is denk ik ontzettend verhelderend om het te zien aanvoelen. Goed, dat is goed. Spreken we de pauze? Een papiertje maar uit. Zal ik mij iets vertellen? Het lijkt me heel goed. Het idee van het stuk De Tona, wat we samen gaan presenteren, is gegenereerd door een verzoek van Maarten om wat voor een circuit te gaan bedenken of in te voeren. Liefst iets, hij zei ook, zeg natuurlijk ook een nieuw, dus iets wat je al een paar keer gedaan hebt. En dan is mijn stevaste antwoord, zonder daar flauw over te doen, als iemand als Maarten dat vraagt, dus een ensemble dat misschien heeft, die een heel eigen gezicht heeft, dan is mijn antwoord, ik kan niet voor een ensemble schrijven. Dat is dus niet een bescheidenheid, in het land van, natuurlijk flauw, ik kan het best, ik ben een fantastisch stuk, ik word niet, maar zoveel drukken die niet voor strijdpartijen kan schrijven. Dat is een bepaalde waarde. Maar het heeft mij heel ernstig. Ik loop al heel wat jaren mee, dus ik weet wat. Ik kan het gewoon niet. Het is een vorm van contactgestoordheid om met noden om te gaan. Vandaar dat ik al jaren lang bezig zijn met zeg maar, de manier van muziek maken. Een onderwerp die me buitengewoon interesseert. En die was natuurlijk vooral ingegeven, of ja, het heeft ermee te maken, dat ik gekozen heb voor een hele interessante muziek die ik, toen ik ging nadenken over wat ik nou zou gaan doen met mijn leven, de elektronische muziek is genoemd geworden. Hè? Haar woord elektronische muziek, dus we weten het altijd van die kanten, maar op een of andere wijze komt muziek in aanvaring met elektriciteit en dan krijg je dus een mix en dan krijg je een verhouding en de techniek biedt dat zomaar aan en die kanten wordt gecommuniceerd, dat is eigenlijk wel een plaatsje met een leuk idee. En dan komen ze bij elkaar, acht componisten bijvoorbeeld, en dan richten ze stijl op, zo zou het stijl ontstaan, om samen wat te gaan doen met elektriciteit. Dat is dus voor mij een manier om muziek te maken. Ik zeg dus niets nieuws. Maar ook daar ontstaat hetzelfde probleem dat het echte componeren, hè, zeg maar, als je het tonische deel, dat je bij muziek altijd over belangrijke mate het gevoel moet hebben, daar heb ik ook problemen mee. Dat lukt maar niet. Die grote vormen, zou je drie delen, drie maar zo. Toen heb ik gaandeweg ontdekt wat ik goed kan, is namelijk me niet alleen van de domme houden, maar een bepaalde vorm van domheid dan maar veredelen, zou je me stellen. En dan ga je dus bezighouden met de manier waarop je met muzikale materie bezighoudt. En dat kan bij elektromuziek juist mooi, omdat die materie elektrisch is. Dus zo is bij mij een idee gekomen van hoe ga je nou om met elektrische materie. En daarvoor heb ik zeg maar in de loop van mijn leven een aantal vormen ontwikkeld die daar een goed antwoord op kunnen geven. Ik noem het altijd een model. Je kiest een model en het model, daar kun je dan mee gaan werken. Dat model is niet van mezelf, het is eigenlijk van iedereen. Want ik ben echt ontzettend lang bezig met het vallen. En we weten wel, ik ben bezig met Laurel en Hardy. En niet met Laurel en Hardy tot u valt tegen mij zegt, nou, Buster Keaton was toch eigenlijk een betere keuze geweest. Dat Jan, ik zit er ook een beetje mee. Je kiest langzaam zeker toch een model die in zichzelf gesloten klopt, maar ook zeg maar, zich kan verhouden met je eigen spitsel.
bent u daar mee bezig met om een voorbeeld te noemen? Nou, als we nou kijken naar het onderwerp van intonen, dat is een idee die langzaam maar zeker is opgekomen, al enkele jaren geleden. En zover is het een oud idee, maar zeker een idee van dat leg ik in de la en dat komt wel eens. Dat is een idee waar ik een beetje problemen mee had. Van, kijk, het is verschrikkelijk leuk als je van bij de gevangen van een boer verkoopt in de la. 12 manieren om een microfoon met zwijgen op te nemen. Dat vond ik toch wel wat. Dat is echt ook te gaan doen. Echt, dus maar echt te doen. Dus geen flauw kan ik maar wel een microfoon fysiek te lijf gaan. Dat vergeet je dan ook weer. Ja, god, ik doe het eigenlijk wel. Maar ik zal vertellen waarom ik toch vond dat het moest gebeuren. Toen Maarten mij daarover vroeg, begon daar enkele andere ideeën om dat idee tot leven te komen. Ik zag een mogelijkheid om dat nu toch met ons te gaan doen. En daar wil ik wel iets over vertellen, want daar zal ik niet diep op ingaan, want je wordt zo zijn met die maken van allerlei spinsels. En voor een deel kent u die spinsels bij jezelf, dan kan ik dat gewoon heel knop zeggen. Maar een microfoon is een wezen, een klein metalen schijfje. En dat hang je als het ware als een soort vlies, hang je dat in de wereld. En dat is eigenlijk een soort uitvulling. En dat vind ik altijd heel mooi beeld. Aan de ene kant van het vlies heb je een grote, kleurige, rijke wereld, die is driedimensionaal. En die beweegt en die geurt eruit. Dat is onze wereld waar we in bewegen. Dat vlies, dat is een wezen tweedimensionaal. Dat is een plat ding. En dat raakt een trilling ten gevolge van de trillingen van onze wereld. Dat is voor te stellen. Maar dan komt dus de inventie, zeg maar, van Gray en Bell. Die heeft dus bedacht dat als je daar een magneet achter zet en dan een draadje omheen spoelt, ik versimpel het nu zeer, dan komt dat aan het uiteinde van het draadje, dat eindigt dan in een punt. Het uiteinde van het draadje is een punt. En die punt die varieert in spanning. Meer en minder. Je zou kunnen zeggen dat is een eendimensionale vertaling van de tweedimensionale trilling van het plaatje, die de verslag doet van een driedimensionale trilling. Dus die microfoon die heeft een ongelooflijk belangrijke reductie van de werkelijkheid, verzorgt die. En dat noem ik dan een gigantisch verlies. Je bent wel gek als je zo'n transactie zou aangaan. Iemand zegt, nou, als je een fantastische wereld en zo, een geurkleur en zo, en die kun je ruilen tegen een wereld die alleen maar uit één puntje bestaat. En dan blijkt dus, en dat is dan de explicatie, dat je met een microfoon dingen kunt doen die je in onze wereld niet kan. Namelijk, je kunt boodschappen in de andere wegen transporteren. Als je dan een geheugenmachine aan bent, dan kun je dus die boodschap kun je dan bewaren. En dat is eigenlijk de reden waarom een microfoon met gejuich in 1876 ongeveer te ontvangen. En het leek ook nergens op het geluid. Nog steeds in onze telefoons zijn heel veel baas van geluid. Maar daar weet Remco alles van. Hoe informatie theoretisch in elkaar zit, omdat het juist omdat het geluid zo beperkt is, kun je toch ongelooflijk goede boodschap over schrijven. Goed, nou gaan we terug naar dat plaatje. Dan kun je zeggen dat aan de ene kant van het plaatje zit als het ware die rijke wereld en aan de andere kant van het plaatje zit de consument. Die zit te luisteren naar hoe het plaatje trilt en die betaalt er ook voor. Dat zijn CD's, grammofoons, alles zeg maar. En die hele audiohalte is als het ware gericht op de consumptie van dat trillende plaatje. En nou komt mijn idee. Je zou kunnen zeggen, ik leg het ook niet uit voor u, want ik leg het zo ook naar mezelf uit, want dat snap ik het ook niet zeg maar. Nou, vind ik dus eigenlijk, dat vind ik een heel helder beeld. Kun je zo zien, daar is de wereld, daar is dus de consument. En dan zeg ik, wij zijn componisten en instrumentalisten. En wij gaan het geluid afnemen. Wij gaan aan de andere kant van het plaatje zitten. Wij schuiven die wereld opzij. En we gaan zelf dat plaatje in trillen brengen. En dat heet elektro-instrumentale muziek bijvoorbeeld. En dat is dus de stijl, studio of stichting meubel, elektro-instrumentale muziek. Dat is een actief verhouden met dat membraan. En toen was dus echt mijn volgende gedachte. Nou wil ik dus van een instrument, dat ik zo even noem, een microfoon instrument, dat eigenlijk voor 99% passief gebruikt wordt, of fantastisch is, doe ik natuurlijk ook dagelijks, die wil ik dus nadrukkelijk omkeren, naar de slagbouw omkeren, en ik ga nu dat membraan van de andere kant te leggen. Instrumentaal.
Als je dat doordenkt, dan zeg je, ja, maar wacht even, een microfoon is boven orkesten gehangen, dat snap ik, dus dat is een zeer passief verhaal, dan krijg je prachtig geluid, dan krijg je prachtig CD's, dat zegt hij wel. Maar bij de Hawaii-gitaar hebben ze bijvoorbeeld, en bij de popgitaar hebben ze toch zo'n microfoon, dat zou je kunnen zeggen, onder de snaren gedaan, dat is toch al zeer ordinair gebruik. En als dat niet genoeg is, zeg je, nou, maar bij de popmuziek wordt toch geen microfoon vastgepakt, die wil even weer verslingen, dat het bijna uit. Voordat je het weet, gaan ze net zo kapot als gitaren die kapot geslagen worden, bij sommige popconcerten. Dan, als dat ook niet genoeg is, dan zeg je, nou, ik heb toch wel Johnny Cage, die is ontzettend kan. Dat is dan een ander soort vriendje, een broertje van de microfoon, dus een contactmicrofoon, dan kun je enorm over platen en materiaal krassen. En dan geef ik dat ook toe, zeg ja, dat is inderdaad zo, zo wordt het wel gebruikt. Het begint al aardige, hè, het begint al agressieve elementen in te komen. En dan ontwerp ik ook mijn gedachte om een soort schaal van Beaufort, een schaal van Richter, waarbij je dus gewoon een schaal van 2 maakt 1 tot 10. En dan zeg je dat concertenbouwmicrofoon, die zitten bij 1 en 2. Dus met de windstil, dat is leuk, hè. De windstilte in het concertenbouw is zo ongelooflijk stil, dat je ook geen ruisje hebt in het concertenbouw. En hoe lager de bevolking, zeg maar, trouwens daar gebeurt ook de leukste keer, hoe meer de winden gaan waaien. Zo, de bevolking waait ook dat is prima. Nou, en dan als je de microfoon mobiliseren, denk eens aan de titel van Stockhausen, die heet Microfonie. Groot werk van Tam Tam, wordt de microfoon zeg maar, als een steekspoor of een ander trillende microfoon. Dus de microfoon wordt gemobiliseerd op dat moment. Tudor heeft een werk gemaakt, het heet Microfoon. Een microfoon ook heel actief geweest op gebruik. Nou goed, dan ga je zo die schaal af en dan op het moment dat je dan heel agressief zo'n microfoon over allerlei dingen gaat krassen, dan zitten we naar mijn idee bij 6,5 ongeveer. Desnoods 7 min, maar toch niet veel verder. En mijn idee is, hoe zit het nou met 7, met 8, met 9 en met 10? Dat vond ik even. Dat was voor mij de stimulant om te zeggen, nou dat moeten we de mensen gaan doen. We gaan het rijtje invullen. En toen heb ik 12 manieren bedacht om dat rijtje vol te maken. Dus om de monie te rijden. Om de monie te rijden. 12 keer 10. Ja, precies. Okay. Ja. En 12 is een heilig getal. Maar dat is een, je kunt zeggen, God, je hebt er 2 vergeten. Er zijn nog 2 andere dingen die maar aan zijn goed zijn. Maar 12 is een mooi heilig getal. Ik had ook 7 kunnen nemen, maar 40 is te veel en 3 is te weinig. Dus ook ga je uitnodigen. En ik dacht, dat moet 12 zijn. Dan ga je dus een klassificatiepoging toepassen op wat zijn er allemaal voor soorten handelingen. Nou, dan krijg je een aantal handelingen die mechanisch zijn. Je hoeft maar naar technische scholen te gaan en zie je dat er wordt geboren, wordt geveild, wordt gefreesd, wordt opgeboren, wordt getoneerd. Het zijn zo'n aantal klassen. Het zijn al hele vervelende vergelijkingen, maar ik noem het maar. Als je bij een beetje kaakchirurg komt, dan heeft hij natuurlijk wel waanzinnig veel handelingen, maar het zijn uiteindelijk een paar klassen. Dus zeg je, God, moet er geboren? Ja, zeg je, dat moet wel geboren worden. Daar kan ik nog een beetje bij slijpen, ik kan misschien een klein beetje vrezen. Maar dat zijn er ongeveer, zeg maar. Dat is heel leuk. De technische handelingen kun je al heel gauw klassificeren aan de groepen. Dan heb je een aantal groepen rond zeg maar, de temperatuur, koken bijvoorbeeld, of ijzen. Je kunt natuurlijk chemisch behandelen. Dan maak je een tweedeling dat je bijvoorbeeld de microfoon langzaam oplossen en in een zuur. Maar je kunt natuurlijk ook heel snel, dat je bijvoorbeeld vol laat met dynamiet en dan steek je aan en dan krijg je een waanzinnig snelle chemische ontlading. Paf, dat is eigenlijk muziek, voelt u. We zijn eigenlijk al over muziek aan het praten. Heel langzaam, laag hoog en presto. Dan zijn er technieken waarbij je topografische wijze kunnen aanbrengen. In de alle verschillende bewegingen, zeg maar, door zo'n microfoon. In de alle vluchtbewegingen. In ieder geval, zo heb ik er 12 bedacht. Leuk, dus ik kan ze steeds niet op, echt op een rijtje zetten, wat ik ze morgen alle 12 moet uitvoeren. Dus het loopt wel. Partituurkennis van mij is dus eigenlijk heel gering. Het geheugen. Maar in ieder geval, er zijn 12 van ze bedacht. En daar zijn de machines voor ontworpen. Want dat is ook een hele belangrijke zaak die toch wel eens aandacht wil brengen. Kijk, de microfoon wordt dus op een of andere wijze fysiek aangepakt, zeg maar. De handeling is een wezen in instrumentale handeling. Dat vond ik wel een goed beeld. De microfoon
gebruik je als instrument. Dus je veredelt hem tot instrument. En je bespeelt hem op die 12 manieren die dus volgens de klassificatie eruit horen. Maar, is mijn redenering, dat spelen heeft geen cultuur. Je kunt niet zeggen, ik ken iemand die dat ontzettend goed kan. Daar moet je naartoe als je daar een maandje werkt. Ja, zoals je zo, hè. Er zijn geen leraren die je les kunnen geven in een nieuwe vakgebied. Dus het is ook een metafoor. En het aardige vind ik dat wanneer je iets niet beheerst, dan tendeer je naar iets verruineren. Als ik hier iets heel moois heb, een prachtige foto stel, en er komt zo'n ontzettend leuk kindje van een jaar of zo'n binnen of een leuke kus van een hond. Dan voordat je het weet, is het kapot. En dan zeg je, oh, kom maar, anders maak je het kapot. Of dan kom bij een violist en dan wel gekocht bij een viool en dan kan je viool spelen. Dan zeg je, ja, ik vind het prima, maar leg dat ding wel eventjes neer. Ik bedoel niet dat je dat in de handen hebt. U kent het wel, instrumenten moeten beheerst worden. Dat geldt vrijwel voor alle instrumenten. Dat geldt voor ieder huishoudelijk instrument dat je koopt. Als je de doos openmaakt, staat een gebruikswijze aangewezen. En dan zie je ook, het allervriendelijkste waar ze mee beginnen is, waarschuwing staat er dan enorm aan je tegen. Zodat je tegen, oh god, ik had het niet moeten kopen. Maar... de tendens is inderdaad, als je het beheerst, dat het kapot gaat. En dat is gebeurd in dit geval. Omdat ik het niet beheers, is mijn actie, dus daarom consequent, tot de dood van de microfoon erop volgt. Als hij stil is, is het, dat deel van de circus uit. Maar muzikaal is dat het slechtste wat je kunt doen. Want iedere kunstenaar, iedere theatrale kunstenaar, iedere muzikus, probeert tot een climax te komen. En na die climax krijg je applaus. Dat is heel simpel. Door alle componisten, zeg maar. Net als hij wel dood eindigt, dus wel, dat was heel graag verkeerd. En bij mij is het. Je bouwt het op, maar op een gegeven moment gaat het doen. Je hoeft het helemaal niets meer. En dat is ook hartstikke moeilijk gedaan om dat ook te verwerken. Dat je bepaalde grote acties eindigen in stilte. En volgens onze mechanica werk je, en dan krijg je net als bij vuurwerk, explosie en een duivende applausie. Dus wat ik wou zeggen is: de handeling is een mentale houding van mij, die nu per definitie gericht is. Op een consequent voortzetten van die handeling tot de microfoon schrijft. Want de microfoon verzet zich, zo moet je het dus stellen, verzet zich als instrument tegen een bescherming. De enige bescherming die een microfoon toelaat, is door de lucht, met een hele voorzichtige zeg maar een snelle trilling, dat wel, de membraan heen en weer beweegt. Zeer kostbare microfoons, als ik een hele kostbare microfoon zou hebben, ik zou u die zo geven en u zou er zo over praten, zou dat al heel gezellig kunnen. Nou, dat is zo zeg maar even een soort outline van de achterliggende filosofie. En misschien Maarten kunnen we even wat vertellen over ja, hoe je dan uiteindelijk dit in het idee, dit zou je kunnen vertellen aan een cafétafel. Nou, zo. Maar hoe instrumenteer je het? Hè? Je moet het toch theatraliseren, je moet het toch brengen. En dat is eigenlijk heel leuk hoe wij samenwerkingsverband zijn gekomen, want dat dan even mag zeggen, is jouw benadering dat ik overstel, dat de thematiek van de Remuri-serie, dus die vijf concepten waarbij steeds eigenlijk twee groepen tegen elkaar opstellen, is frictie. Hè? Tegenover elkaar staat van verschillen, waardoor er een soort spanning ontstaat, niet alleen op één zonder naam hebben, maar ook in de serie. En hier was nu de vraag, kom ik met een bepaalde instrumentarium en zet ik die gewoon neer en dan voer ik het uit en dan voor de pauze en na de pauze enzovoorts. Hè? Ik koop er een stuk van maken. Of gaan we het in elkaar schuiven? Nou, dat is eigenlijk een heel aardige ontwikkeling geweest, want hoe ga je nu een instrumentale opzetten, hoe ga je dat nou zeg maar in deze typische elektro-instrumentale cultuur brengen. En wat we ook gevonden hebben, al werkend en praten, en zelfs weer discussiërend, is een soort theatrale truc. Dat komt erop neer dat er in die 12 operaties, zoals we het eigenlijk wel, verschijnt ineens een prachtige dame. Ze is ook prachtig en ze speelt ook prachtig en ze zingt prachtig. En wat ze doet is een
weer een prachtig liedje van Martucci, een vrij onbekende Italiaanse componist die geleefd heeft in 1856, 1912 in die buurt. En hij heeft het gemaakt in 1890 ongeveer. Maar ook zo'n laat romantisch werk, zo'n lied met grote kerkplein, prachtig Italiaans. Dat staat gewoon voor mooi. En dat gaat ze ineens zingen. Dat is vanuit een balkon, zingt ze dat. Maar dan geplaydekt. En zij kan haar keel besparen. Voor andere dingen. Nou, dat stel je er tegenover, op een theatrale manier. En dat doe je ook weer andere schalen dan als je. Wat ik doe, is de laagste vorm van muziek maken. Dat is het lage kalibre, want het is omgeschoold en het leidt tot vernieuwing. Aan de andere kant staat de hoogste school, de meest verfijnde muzikale cultuur die je maar kunt voorstellen. En het ging om die spannend op de brug en al werkend. Is Maarten aan de slag gegaan. En dat is dus zeg maar een andere bijdrage dan wat jij net verteld hebt van jouw autonome stuk, zeg maar. Maar dit is als het ware een, ja, hoe zou je bijna moeten noemen, een soort adaptatie, een bewerking, het in elkaar zetten van het materiaal van Martucci in de richting, zeg maar die schaal, in die maat van 1 tot 10, in die richting van naar die meer lagere klanken. En de microfoon, die dus zeg maar door mij geopereerd wordt, die luistert in zijn laatste minuutjes, van een gure verhaal eigenlijk. De laatste minuutjes dat hij leeft, luistert hij naar de muziek die het ensemble van Maarten maakt, via een heel klein luisterringetje, die ik ook heel gevoel, en heel dichtbij, ook in een bolzorg, bij dat kopje van het microfoon te brengen, zodat het publiek kan meemaken hoe het microfoonje op een gegeven moment tot zwijgen komt. Maar dikwijls is het ook zo dat de microfoon zo'n waanzinnige keel opzet. Want als ik daar zo'n microfoon naar midden ga zagen met zo'n dikke beerzaag, dat geluid hou je niet voor mogelijk, daar kan geen muziek tegen op. En daar is een soort plan gemaakt tot nu toe voor een deel in elkaar steken en voor een ander deel nog in zweving is gemaakt. Dus ja. Dat kan toch niet gerepeteerd worden? Nee, nou ja, ik zou zelf als ik die was zou. Zat vind om te horen waar die dat niet van Martucci heeft genomen als iets wat nog in de zeven oppositie staat, zoals je altijd zegt, ten opzichte van jouw handelingen. Ja. Misschien weet je dat het nog kunt vertellen. Ik zal het laatste keer wat ik ermee gedaan heb. Ja. Het is gewoon heel simpel, gewoon gekozen. Ik vond het ook op zo'n cd'tje die bijgeplakt werd bij een van de Amerikaanse grammofoonplaat, krijg je zo'n sample. Erbij. En dan kun je alle nummertjes afluisteren. En even die nummertjes hoorde ik net toen ik aan het nadenken was wat ik geweest had moeten doen. Dat was wel leuk. Dat was zo'n golf, viel de bal. Ik dacht van Martucci. Dat is gezegd. Wat verschrikkelijk mooi daarvoor. Je hebt mij misschien verteld dat de lied zich eigenlijk in de tijd vrij kort voor de futuristen afspeelt. En daarbij heb je ook misschien verteld dat. In Italië natuurlijk voor de uitzending het land van de opera echt nooit orkest die er zijn gekomen. Ja, is ook zo. Wagen trouwens, het is toch veel Wageniaans, dat vind ik erg wel handig, maar goed. Ik heb op een gegeven moment dat van dik dus gehoord, dat lied gehoord. Ik heb het in twee uitvoeringen, twee zangeressen en twee soorten strijkorkest. Het is nogal, nogal veel rug georchestreerd. En ik heb van dik een vrij beperkte, bijna een klaar spiegelachtig arrangement gekregen voor piano van het lied. En ik heb dat vervolgens, zoals ik het een paar keer heb genoemd, het is nogal proteïne en eiwitloos, dat excess. Dat heb ik eigenlijk nog meer verarmd. Dus ik heb daar eigenlijk nog, ik heb er ook vitamine D uitgelaten in mijn oven. Dus ik heb het helemaal voor mijn groep, ik heb het eigenlijk verafstandelijkt. En om maar iets te noemen, ik heb de zangpartij, die heb ik in een elektrische piano enkele noot gelegd die een beetje ondermarginaal-achtig is. Dus die is hypercatholiek en tegelijkertijd een beetje anorex. In ieder geval, dat is een partituurtje geworden, een arrangement voor 8 mensen, want de zangeres die deed op het moment niet mee. In het ensemble, want die vervolgt een mimografische bijdrage.
En vervolgens heb ik dat stuk, daar heb ik een aantal, daarin heb ik een aantal nummers gemaakt. En dat zijn voor mij de momenten waarop de grootste suggesties verwekt worden, eigenlijk niets. Je hebt op een gegeven moment zijn twee modulaties, dat is een beetje muziektechnisch interessant, maar dat stuk staat in G en het gaat op een gegeven moment naar best groot. En het is heel erg mooi, dat is misschien vaak Wagneriaans, moet ik zeggen, maar hoewel je dat altijd veel Franse muziek hebt, is het als een aanloop naar een. Eigenlijk een vrij grove modulatie die vindt plaats binnen één maand. Dus in die zin is het eigenlijk gewoon een soort van boomstam die opgehangen wordt. Maar het is wel zo dat je hoort de voetstappen naar van de man in de Bijbel. In de twee maanden daarvoor. En ik heb iedere keer de meest vreemde voetstappen heb ik een nummer gezet. Ja? En nu kan ik even terugkomen op de manier waarop wij sowieso werken in mijn ensemble. We werken veel met cues en nummers en aanduidingen. Sommige mensen worden gek van andere mensen met het enige. Ik heb de mogelijkheid als een soort van mensen verkeersagent te worden. Ik kan vrij in de muzikale ruimte dus die voetstappen oproepen van de man in de Bijbel. En dat doe ik dan door handgebaren. En dan hoor je dus iets wat onmiskenbaar laat 19e eeuw is, maar wat tegelijkertijd op een hele povere manier van doen is. Want wij spelen dat. Het is al door die boeken gegaan, het slechte piano-uittreksel. Dan nog eens een keer een soort van verarmde orchestratie. Want de strijden zijn al weg, dus in die zin ben ik wel niet om het hier naast. Voor het eerst, naast de strijdersversie uit de cd. Dat is één ding. Dat is één gedeelte van het muzikale materiaal wat ons, het ensemble, ter beschikking staat. En vervolgens heb ik, kijk, dit zijn bij elkaar zes beginpunten, deze cues, van iets dat op een gegeven moment in tona, in de werkelijke voluptueuze gedaante wordt gepresenteerd, namelijk die cd. Dat is één. Het andere reservoir wat wij hebben, dat zijn ruisklanken. Pluttelklanken, ruis, toon, dus hoe zeg je dat, pitsloos, dus op een gegeven moment niet van toonhoogte voorzienen, voor zover het mogelijk bestaat niet, maar gewoon zo min mogelijk. Ruizen, laat ik het cryptisch omschrijven, op instrumenten, sinusstoomachtige klanken opwekken. Daar heb ik ook een internet van gemaakt, die is ook in zes categorieën onderverdeeld en bij elkaar zult u dus nu opmerken, heb ik dus de beschikking, of hebben wij de beschikking over 12 basis mogelijkheden en cueën, maar die kunnen bovendien op x manieren met elkaar vermengd worden. Het kan dus zijn dat een sinusstroom, instrumentaal vertaald zeg, of komen ook hier weer, ik ga die uit de elektronische muziek weer terug naar het hele oude instrument halen. En die kan ik op een gegeven moment vermengen met een stukje bot, een stukje ruggengraat, een stukje karkas uit die Martucci. En dat karkas is al volkomen eiwitloos. Dus ik heb mezelf een grote palet, zeg maar, ergens zitten afkluiven. En ik heb het vervolgens de richting met elkaar van het palet en daar kan ik me op beschikken. En dat hebben we dan voor zover het nu voor staat, elementair script staat mij tot beschikking, het ensemble. En daar zal morgen de boel mee geformuleerd worden, zodat het nog af is in zee. Dus het is heel grappig dat door iets waar ik zelf nooit op zou komen, bedoel, Dick heeft zijn uiterst ministerie de precieze manier om zijn uitgangspunt tot bitter einde of volgt gestalte geven. En ik ben eigenlijk door Dick
in aangevallen, behalve Dixon aanwezigheid, Dixon operatie, zullen we maar zeggen, met een iets muzikaals waar zelf nooit opgekomen zijn. Dat is iets heel erg leuks daar dagen. Het is ontzettend leuk om met iets geconfronteerd te worden waar je volgens een kopje naar wat je anders nooit gevonden zou hebben. Dus aantrekken. Ja, nog één ding zeg, dat ik ben niet iemand die in principe heel synthetisch ja, denkt of wenst te denken. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Ik hou erg van dingen die gewoon essentieel zijn, in de zin van dingen helemaal zoals ze zijn, maar ze wel hard laten knallen. Ze mogen wel kapot gaan, maar in ieder geval helemaal autonoom zoals het is, dat is het dan. En het grappige is dat ik nu een beetje bespeur dat wij toch een vrij synthetische rondesmasker hebben, als je dat niet puur fysiek, maar filosofisch gesproken, omdat wij eigenlijk de ruisklanken, die er eigenlijk relateerbaar zijn aan ja, datgene waarvan ik een indruk heb dat het elektronische muziek is, op schouw het heel mythisch, die vermengen wij dus met jouw metafoor van of het Italiaanse lied. En die worden op andere vreemde manieren binnen één ensemble met elkaar verenigd. Maar ze zullen nooit oplossen met elkaar. Dus in die zin hebben we echt een half synthetische opdracht. Het is ook geen duel, hè? Een duel tussen twee groepen. Nee, zijn laag. Maar misschien is het interessant om het via wat vragen. Ja, maar op de borst. Goed idee. Ja. Is het nog de eerste keer dat ik dat ook zou spelen? Ze zijn nog helemaal niet van ons gesnapt worden. Dat zit dus eigenlijk op in mijn uitleg. Je kunt eigenlijk niet echt oefenen, natuurlijk oefenen. Je gaat niet 80 microfoons kopen en bij nummer 6 het voorbereiden tot je het gaat beheersen. Dat zijn alle leerlingen die we gewoon echt als we iets willen uitvoeren. En als ik nog even bij deze vraag mag aanknopen, dat de eerste gedachte was ook heel leuk dat we daar verschillende standpunten over hadden. Dat Maarten zei: ja, dit is toch een hard aan gewerkt, dat is toch dat veel geld in om. We moeten hier iets van maken waar we ook mee rond kunnen gaan in verschillende steden. Dat hebben we ook. We zullen tegen verzet, niet in de zin van sector, denk ik niet aan, want ik wil niet graag hebben. Maar het heeft daarmee te maken met die vraag. Het hele gênant stukje naar de tiende voorstelling met grote fluctuositeit, desnoods een windel. Ik vind het gewoon dan zo'n snijmachine of zo. Vijf jaar loosje kijkt van. Het schiet niet op naam of zo. Dus dat moet zich niet eenmalig in. En ik moet je zeggen dat het ook in mijzelf ook zo voelt. Het zijn toch dingen, daar zit absoluut een ethische kant in. Je kunt nog zo musicaliseren, maar er blijft natuurlijk toch iets in dat je dat iets wat geconstrueerd is, vernieuwt. Hoe dan ook. Wat ik duidelijk vind, dat vernieuwing niet alleen maar een destructieve lading. Maar je komt er ook niet helemaal uit. Je kan er ook niet uit redden door te zeggen, ja, het zijn allemaal belangrijke experimenten. Het zit zo ergens tussen. Maar ik heb wel het idee dat het één keer gedaan moet worden, minstens één keer. En om heel realistisch te zijn, we hebben dus voor iedere handeling, voor iedere microfoon zeg maar, en dat was ik even vergeten te vertellen, dat is een waanzinnig belangrijke zaak. En dat is ook terug te voeren tot zeg maar de rol van ja, iedere onderdrukking zeg maar, van de ene mens door de ander. Dat is namelijk, doe je dat zelf of laat je het doen? En dat laten doen, dat kan zijn, zoals je weet is dat een heel actueel thema van de laatste 40, 50 jaar, dat je zo een knop drukt en dan een hele nieuwe stad kunt vernietigen. Dus de vernietiging op afstand is natuurlijk, heeft te maken met het technisch maken van een dode of machtel of het uitputten of uitbuiten van anderen. Dus dat betekent hier, hoe dicht ben ik in dit geval bij de microfoon en ook bij het handelen? Doe ik het letterlijk met mijn hand of zit er iets tussen? En dat is ook een interessant onderwerp. Want
als je het, ik bedoel, het is als een middel om te denken, als je nou eens denkt aan het zingen, aan het oude, echte zingen zonder instrument, dan betekent het dat het toenaten van het instrument, de eerste pijp is de eerste gespannen snaren waar je aan toppelt, is al een stap op de weg van wat ik nu aan het doen ben. Je gaat als een stuk techniek voegen tussen jouw intentie en de ander die je wil bereiken met het mooiste wat het is zang, doordat het letterlijk te instrumentaliseren. En dat kun je zelfs uitleggen. Heel goed voorbeeld, het allereerste van alles in de tijd van Karel de Grote was. Duivelstuik werd aangemerkt omdat je hier op een toestrukte en daar kwam die pijp tot trillen. Dus daar heeft het mee te maken. En onze opgave was, hoe behandel je die microfoon? Dat betekent onder andere, om als een voorbeeld te geven, dat als je bijvoorbeeld een microfoon zeg maar, plat zou knijpen, dan zou ik het kunnen doen van een hele andere grote tang. En dan zie je aan mijn zweetdruppeltjes van, joh, dat is een taaie microfoon, zeg maar, met noten en thuis. Hè? Maar voel je hoe dat dat niet kan? Dat kan je niet hebben. Maar je moet er een machine tussen doen. En die machine die zet je aan. Die machine is ook op een hele goede manier geconstrueerd. Die is ook niet in Cuban. Ik zal een voorbeeld geven van wat ik in Cuban zou vinden. Ik zet die machine hier achter die deur, op een snoertje, en dan druk ik daar op en loop weg. En dan, nou ja, het zal nu wel kapot zijn. Hè? Dat voel ik dus, ik ben erbij, maar het heeft afstand. En dat zijn ook voor mij zeer belangrijke zaken die direct te herleiden zijn tot iedere vorm van elektronische muziek. Iedere vorm van elektronische muziek zit er element in dat je ontzettend veel geluid kunt veroorzaken door alleen maar een knop te maken. En we kennen dat. En alleen nogmaals, ik moet steeds een popgroepen die we zijn, een hele hoogschat, eigen cultuur. Daar is zeg maar, de luidheid, het afstralen van muziek, een autonoom onderdeel geworden van de muzikale uitdrukking. Maar normaal gesproken ze hebben met hele kleine energie veel geluid worden. En zo vind ik het wel weer in orde, zeg maar. Dan heb ik ook wel vrede dat ik ook het gevoel heb. Maar het gaat ook over heel belangrijke zaken. Die in onze cultuur de laatste 40 jaar een ongelooflijk belangrijke rol hebben vervuld. Later zijn natuurlijk de computers gekomen die veel meer taalkundig niveau zich hebben verhouden met de muziek. Maar kan je naar de meer primaire kant van de muziek, dus zeg maar, de oudere elektronische muziek, dan is dat hetzelfde doen met de hele belangrijke zaak. Dus uitgebreid antwoord op je vraag, want ik begrijp dat de vraag was gewoon heel knop, maar ik had me even gelegen op dat een heel belangrijk aspect, namelijk, dat is de vraag, repeteer je het nou of repeteer je het niet? Dat is de kern van de zaak. Nee, het is eigenlijk niet te repeteren. Maar een wezenlijke zaak moet repeteren en het instrument naar je toe halen, zoals een gitarist dat doet. Die al dingen net in zijn lijf aanklemt en dan. Een aanvullende vraag is: neem je het op of neem je het niet op? Met een microfoon? Oei, oei. Dat zou niet bang zijn in ieder geval. Het is eigenlijk niet op. De VPRO gaat het doen, hè? Ja. Het zit een sterk theatraal element in. Je moet het zien. Het is niet om aan te horen, letterlijk. Want de actie is. Onontbierend. Het is een werk te maken ervoor. Ik vond die zo kenmerkend of die zei, ja, je wordt alleen maar knars. En dat is niet te begrijpen als je het anders niet ziet. Dus het is natuurlijk wel opgenomen. Het heeft ook geen vorm. Maarten heeft het al aan de orde gesteld. De vorm is zich aan het ontwikkelen. Dus op die 12-deligheid. Maarten heeft de 12-deligheid ontworpen. Bij mij zijn ze er, ik heb een soort gevoel van die categorieën, maar dan zeg je ook weer, wacht, die categorieën, ga je eerst behoren tot dat, tot dat, tot dat. Dan zeg je, oké, nu gaan we koken, nu gaan we chemie, en dan gaan we dat doen, dan komen de andere krachten, hè? Of ga je door elkaar doen, en waarom doe je het door elkaar? Dus het blijft een hele merkwaardige zaak om te componeren. En dan degene die zich zeg maar, daar invloed op uit oefent, dat is. Dat zijn die mannen met een helm op, met een brandweer, en die komen bij een donderdag bezoek. En dan moet je alles voordoen. En dan zeggen zij, en helpen die het compileren, dat moet je dan wel tegen het einde doen, hè. Moet je voorstellen dat Beethoven, dus dan zal ik dat slotkoor nou zetten, dat doet nog een slotkoor. Dat moet je wel aan het einde doen.
Maar zo word je natuurlijk wel geholpen door het buitengebeuren. Ja. Die focus is dank u wel. Dik, een vraag die misschien voor de hand ligt. Je maakt iets elektrisch kapot. Mechanisch? Ja, het ding is mechanisch. Jij maakt het mechanisch kapot. Het ding is elektrisch. Ja. Alhoewel dat ding waar we mee begonnen, dat was een object. En je hebt het over een levensloop waar je toch met de elektriciteit klanken wil ervaren, in elkaar brengen. En nu gaat die kapot. En de vraag die voor de hand ligt, dat heeft toch geen symboliek in zich, of nee. Nee, zeker. Nee, dat zou ik niet voorstellen. Ik ga ook wel het einde twee luidsprekers veranderen. Waardoor die Matucci overgeklonken en die steken omhoog en die worden heel keurig in tevige vuurtjes. Waardoor die gezet en die prachtig branden. Dan hoor je dus hoe muziek opgehouden was als het gebrand. Dat is eigenlijk wel heel mooi, maar het heeft geen gezet. Dat is wel vechten ermee te maken. Dat als het symbolisch zijn dat, dan zou je toch dat niet meer moeten herhalen. Ga je er weer op tournee, dan is het wel een nummer geworden. Dus dat zit inderdaad, zou je kunnen zeggen dat ik eenmaal een doel zit. Maar nee, het zit niet in het symbolische zeker. Ik heb nog iets meer van om even te maken. Ik heb het nog niet geïnteresseerd. Maar de laatste week zie ik al een aantal instrumenten. Microfoons. Nee, instrumenten van Jan Hansson. Ja, die. Heb je het gevolg gehad van nu een microfoon te hebben gegaan, zoals we in deze video zijn in de was? Nee. Dat is echt een mediaal gebeurd. Nee, ik moet ook zeggen, Dick Bevonds begon zijn verhaal met zeggen dat hij geen noot schrijft. Ik moet zeggen, ik begrijp zelf. Ik zeg niet dat ik wakker zit hier hoor, met mijn instrument, ik begrijp niets van elektronische muziek. Ik heb daar een idee van, ik ervaar alleen maar cosmetica, ik luister, de verschijningsvorm die kan ik plaatsen. En dat, nogmaals, niet een koketrie of uit oppervlakkigheid zucht. Maar ik wist het ook zo te laten, want voor mij is het prachtig om in een soort van beeldspraak te kunnen denken. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijk ontwikkelde sinusstroom. We zeiden op een gegeven moment tegen iemand als Fetcher of Peter Berg of een onderwas waar je net van, ja, die ruis die kan echt wel veranderen, maar met een hele trage largo, zeg maar. En bijvoorbeeld dan zou er iets kunnen ontstaan, wat je zou kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een hele goede versterker, een Luxman, weet ik wel, zoiets noem maar op. Dan zet je de trekkelknop iets hoger. Dus dat soort dingen die wil ik ook zo oppervlakkig houden, dus ook als een aanstekenlampje, om daarmee iets te kunnen aanduiden waarvan ik weet dat er iets ontstaat wat ze nooit zou kunnen meten met iets wat het omzeep helpen van de microfoon is en dat is eigenlijk elektronische muziek, elektronisch geluid, moer, morrie is. Maar het zijn voor mij wel hele waardevolle beelden of scheidingsvormen om getransformeerd naar mijn wereld, waarin met andere dingen werken, of in andere opties me moet begeven, om daarmee aan de slag te gaan. Dat vind ik heel erg leuk, vind ik uitdagend. Dat te lijf gaan van instrumenten, dat heeft bijvoorbeeld zijn heel veel voorbeelden, maar eentje die ik heb bewerkt, heeft Jan van Vlijmen, een van de vaders van Stijn. Heeft als allereerste stuk waar Stijn toen heel jong bril betrokken is geweest, heeft een groot stuk gemaakt, een orkeststuk voor twee orkesten, interpolations heet het. Interpolatie, er zijn veel aan, een soort interacties tussen die twee groepen. Toen heeft hij vrijwel alles elektronisch willen laten versterken, ook op een hele agressieve manier, dus ook aan een contactmicrofoon op viool. En daar heb ik toen ook mee geholpen, samen met de eerste mensen van Stijn. Nico was er geloof ik al een moment, hè, die is niet meer, maar dus
in die tijd van reconstructies, in het allereerste jaar. En toen heb ik ook werk ervaren op de geweldige weerstanden die, in het orkest. En ik moet zeggen, ik vond het heel begrijpelijk van het orkest. Ik vond het ook helemaal goed. Maar die enorme verzet, zeker van de schrijvers, dat op hun prachtige violen, ook wel het grootste zorg heeft, toch een oneigenlijk element te bevoeren. Want het is oneigenlijk omdat dat contactmicrofoontje geluid steelt, zou je kunnen zeggen, van de viool. Zoals we er eigenlijk over denken. Het wordt gestolen en omdat hij het steelt, dempt hij de viool. En dat uitzicht soms ook toch weer in krasjes of plakketjes of lakjes die mee trekt. En daar heb ik het dus gevoeld. En daar komt natuurlijk al heel gauw het element door de elektronica en alles wat ervan verstaan. Ook zit er iets op het vernielen of het oneigenlijke maken van muziek. Maar het is hier, het is natuurlijk is toch wel een interessante kwestie, dat is zeker niet in het geval. Maarten komt vanuit een prachtige Martucci-wereld eigenlijk. Zo zeilt hij binnen uit een prachtige Frans laat-romantische muziek. En dan gaat het allerlei data aannemen, maar komt ook nood in harmonie. Maar je moet het ook zien, het is ook bron. Hij voert de microfoon en de microfoon geeft er nog verslag van via luidsprekers die het samenmaken. Dus het publiek hoort een enorme lust. En gaandeweg, zeg maar, begint dat ook te vergrijzen en te vergrauwen nagelang de microfoon verder zeg maar, behandeld wordt. En wat Maarten doet is het vanuit de muzikale kant afgenomen. Dus je kunt zeggen, armen en niet op de computer. Ik werk met bloedarmoedige producten. Ja. Maar het is ook dat een downblijven in de rijkheid van materialen. Dat is er gewoon en dat wordt getaard. En dat wordt van eigenlijk niet getaard. Daar hebben we wel eens een bepaalde groep die misschien door die het allemaal assumeren. Die daar een tijdschema voor hebben, daar zit die laag zich een beetje aan aanpassen en voor de rest van het eigen laag blijft. Ja. Het was erg mooi. Mooi. En Karin doet het luid. Die probeert het overeind te houden. Daar zijn we. Over een jaar.